Ik ga het hier zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben Boris, ik ben sous-architect bij Sidebar. Jij kijkt verbaasd, maar dat wist je echt wel. Nee. Maar, user groups en ik ben sales bij Sidebar, wel een beetje in de hand gekomen, dus denk ik. Maar dan weet je ongeveer wat ik doe. En ik vertel eigenlijk altijd tegen klanten dat ze trots zijn op onze user community. En dan creëer je naartoe met en ik had Niels aan de telefoon. Ja, als we het echt geven om die mensen, dan moeten we het vandaag niet over XM hebben, maar over de ARC bouwen, weet je, om te overleven. Die redelijke, helemaal gek van de laatste dagen, maar het is ondertussen droom geworden. Dus ik ga het XM op de slag. Nee, ik heb als backup heb ik Derek gevraagd om bij te vallen als ik echt hele moeilijke vragen krijg. Maar ik hoop dat ik gewoon alles gekoppeld heb. Mijn plan is om jullie gewoon mee te nemen wat we allemaal gebeurt rondom XM, e-mail, waarom wij daar heel veel tijd en energie in steken als organisatie, wat we belangrijk vinden, wat erin zit, wat er nog niet in zit of niet in zat. Dat de eerste release misschien net niet doen wat je wil of dat je daar ervaring mee dan kan beamen. Zijn er wat gefixt zijn, hoop ik. Ik heb wat plaatjes bij met technische dingen, dus wordt hartstikke. Dus over mij, want ik dacht ik moet snel een introductie doen, is dat Jan is er en dat is wel super leuk, want Jan die ken ik zeg maar sinds mijn eerste baantje. Dus die kent dit allemaal zo ongeveer, heeft dat zo ongeveer gevonden. Maar ik werk anderhalf jaar bij Sidecore, dankjewel Ruud. maar daarvoor was vooral... Het ziet vooral home achter die zo. Ik begon ooit hier met Pearl, ik ben aan het verhuizen en toen vond ik een boekje dit weekend uit 94 over de elektronische snelweg. Dat een mythe op de een beetje op realiteit gaat worden. Ik ben er eigenlijk nog steeds op duur. En toen ging ik zelf CMS'en bouwen. Eigenlijk allerlei CMS'en gebruikt en zo. En toen dacht ik, ik ga iets heel anders doen. Ben bij Microsoft gaan werken, Azure en nu doe ik in Cypress. Ik vind het echt nog steeds wel een heel gaaf product hebben. Laten we het hebben over e-mail, wat gewoon onderdeel van het product is. Waarom is het belangrijk? Omdat e-mailwijs belangrijk is, zeg maar, om te versturen. Dus het is best wel tijd geweest dat het helemaal in de pool was om e-mailtjes te versturen. Zoals Twitter, Facebook, Snapchat enzo. Maar e-mail is gewoon het meest effectief voor bedrijven. En uiteindelijk weet je waar wij als Sidecore, wij leveren software, content management, digital marketing. Gaat uiteindelijk allemaal niet over de kunstvorm die wij bedrijven als techies. Gaat niet over de kunstvorm van de marketeers, maar gewoon over handel, conversie, klanten binnenkrijgen, dat soort dingen. Ja, dat is dit gewoon super belangrijk voor. Dus daar wordt er ook best veel tijd in de Sidecore besteed aan dat product. En is heel waardevol voor ons, zeg maar. We bieden daarmee heel veel waarde bij onze klant. En we zien dus dat ook wel echt in de markt die vraag enorm toe aan het nemen is. En daarom is het ook goed voor jullie om een beetje wat van te weten in je bestaande omgeving en zo. Het is er gewoon, het is beschikbaar. In principe wil je een beetje voorzichtig mee zijn met die uitspraak. Waar zit die licentie? Dan mag je het gewoon downloaden en installeren en je mailtjes gaan versturen. Moet je wel betalen voor de mailtjes. Dus best belangrijk. Weet je, wat zijn nou een beetje de vragen die je zelf moet afstellen van joh, wanneer moet ik daar nou eens naar gaan kijken? Of bullet. Als je niet te veel e-mails verstuurt. We zitten nu met 3.3 zitten we ongeveer op het punt dat we 15 miljoen mails per maand kunnen versturen. We gaan de hele architectuur kijken hoe dat werkt en waarom dat is. Dat is denk ik in 3, vanaf 3.1, zeg maar, 1.7, 3.1, 2, 3.3. Was dat wel echt een van de uitdagingen om goed te krijgen. In het begin kon ik maar niet goed veel mails versturen. Maar nu dus, als je niet te veel, 15 miljoen per maand mails verstuurt, als je goede consistente tracking wil hebben, makkelijk management daaromheen, en procesmanagement, ligt allemaal voor te opgraven met HR. Dus dat is waarom onze klant daar actief is. Dus het gaat over dingen, als ik ga slides delen trouwens, je mag foto's doen. uit de festijn, maar bijna alle slides heb ik niet gedaan. Ja, dat is goed. Ik heb niet alle slides gedaan, maar ik ga vertellen welke ik niet ga delen. Maar even wel. Dus het idee is dat je kan er campagnes mee maken. E-mails versturen, weet je, dus je maakt campagnes, je selecteert een groep van mensen waar je op dit gaat sturen en wat ga je doen. Dat doe je met dezelfde manier als je de experience editor gebruikt. Dus daar zijn marketeers zijn er super blij mee, want dan snappen ze die experience editor en dan kunnen ze ook. Voor e-mails gebruiken en we leveren in de software
leveren we ook alle tooling om ervoor te zorgen dat je kan testen op allerlei verschillende clients. Dus je weet dat het gewoon elk device moet werken. Ik denk dat dat een beetje ultra lastig is van e-mails. Weet je, met HTML is het al gehandeld om het af en toe goed te krijgen. Dat het, in, ja, het wordt steeds makkelijker omdat niemand meer IE gebruikt, hè, en Edge. Maar daar is dat al een uitdaging. Met e-mail is dat een beetje explodeert dat. Hè. Dan heb je allerlei combinaties van, ja, weet je, doet het in Outlook op XP en doet hij het dan in Outlook 2010 op je Windows 10 en doet hij het op je Chrome, Gmail en nou ja, alles combinaties dat het gewoon in de hel. Dus goed kunnen testen is super belangrijk. Dus al dat soort functionaliteit zit erin. Verder gaat het vooral over wat we eigenlijk natuurlijk sowieso met Cypher doen, hè, met wat vroeger DMS heeft al nu online productie als experience platform, is dat we de juiste boodschap op het juiste moment willen sturen. Dus dat geldt ook voor e-mails en de inhoud van e-mails. Op het juiste moment e-mails sturen, maar ook de juiste inhoud. Dus personalisatie in e-mails. Segmentatie doen we, zoals we met alles doen, kan op basis van in XP zitten van klanten, wat we daar doen. Die personalisatieregels zijn dezelfde als die je ziet in experience. Nou ja, en we volgen het hele trackingproces van worden ze uitgeleverd, bouncen ze, worden ze wel geopend. Doen ze dan wat wij hopen als marketeers dat ze gaan doen, dat soort beetje analytics verzamelen we allemaal op één plek. Ook super handig. We hebben een proces om te automatiseren, dus dat je dingen kan doen als reminders sturen. Heel bedankjes, dat soort beetje meer procesmatige doelen dat soort verschillen. Dit plaatje heeft iedereen wel eens gezien, denk ik, want dat gebruiken we altijd om te vertellen wat dus product is, zeg maar. Dus die XP is een oude versie, die zit hier. En e-mails zit dan ook. Dus het werkt dus allemaal met elkaar. Dus wat jullie zetten aan, e-mailtje daar had ik verteld. Ja, wat wel super fijn is, is dit natuurlijk. Dat je gewoon een beetje één plek hebt om naartoe te gaan. Niet alleen om te bedienen, maar technisch gezien. Dat is waar echt al. Merken dat het gewoon fijn is om met Cypher te doen in plaats van een andere tool. Soms weet je, zit het om details, missen marketeren hier en daar iets, dat ook steeds minder. Maar dat niet mis en daar ga ik het denk ik direct wat voor over hebben. Dus ik ga laten zien. Dus dit is eigenlijk, nog een keer herhalen, die opsomming van wat het doet. Even checken of ik nog wat dingen heb gemist. Dus list management moet ik misschien nog even over hebben. Dus alles wat we doen is, ik ga er even vanuit dat iedereen weet wat de XRB is en zo. Als je dat niet weet, dan moet je nu... Dus de experience database is dat waar we alle analytics verzamelen. Dat doen we eigenlijk over twee assen. Ik weet heel snel gezegd in de samenvatting. Dus we hebben contacts, mensen die we proberen zo goed mogelijk te herkennen. En daarbij verzamelen we alle interacties, dus al het gedrag van iemand in online of in digitale systemen die we kunnen bundelen, die verzamelen we in het profiel. En dat is de basis voor ons om op te segmenteren. En dus dat kan zijn op eigenlijk alle dingen die we in die analytics verzamelen kunnen gebruiken om segmentatielijsten te maken. Dus een segmentatielijst die gebruiken we in een campagne om te draaien. Dus we maken ze een lijst van iedereen die we kennen die geïnteresseerd is in product X. En die lijstjes die gaan we in de mail sturen. Vervolgen eigenlijk. Dat is super belangrijk. Hè? Dus het engagementproces, engagementplannen spelen een belangrijke rol. Als je een campagne opzet, dus het proces van e-mails versturen, je maakt een campagne, dan kies je een template. Die ga je versturen naar een lijst die je selecteert. Dan maakt hij meteen voor je een engagementplan aan, behorend bij die campagne. Dus daar kun je eventueel nog een beetje follow-up dingetjes in tweaken, of vol mail versturen. Hergebruik content, dat had ik even laten zien. Het is meertalig, dus het kijkt ook echt naar, weet je, als je in XRB weet in het profiel wat je voor kunt staan, dus gebruiken we die. Voor een beetje over content moet aan, zo weten we ook alles van moeten regelen. We kunnen die XRB idee's, of die verrijken met allerlei data, uit allerlei plaatsen, of het maar je CRM systeem is, of een social ding, als je lijkt of linkt op Facebook of LinkedIn. En zeg maar, al die data die we daaruit krijgen, die kunnen we ook gebruiken om die e-mail campagne te krijgen.
En dus als iemand op de site zegt, joh, weet je, we willen wat linken, via, via Facebook bijvoorbeeld. Kun je uitvragen het e-mailadres van Facebook, op het moment dat we links erbij kunnen gebruiken. Dus één systeem is super handig, maar niet zo. Het ding is een beetje van de, vaak dat de lastigheid met als je third-party e-mail gebruikt, is gewoon van weet je wat gebeurt er nou hier, wat verzamelen we aan data uit dat e-mailsysteem, uit je MailChimp of je claim, en wat kunnen we ermee doen in de website? Ja, in feite helemaal niks, want dan moet je daar energie in gaan steken om het aan elkaar te programmeren, om die klantjes te matchen, dat hetzelfde is. En, ja, al dat gedoe proberen we. En dat vinden klanten. Ik zeg dat misschien een beetje raar, maar wat bij ons best wel, wat ik best wel veel, toevallig van de week nog, vorige week vrijdag was het, worden we gebeld door een partner van ons. We hebben een RFP voor een e-mail gekregen, voor een e-mailcampagne tool te selecteren. En in de RFP staat, we gebruiken Cypher 8. Joh, waarom gebruiken ze die e-mail niet? Ja, weet ik veel waarom ze dat doen. Ja. Dus ik ga bellen. Hij zegt, oh ja, wist eigenlijk helemaal niet dat jullie dat hadden. Oh ja, we hadden heel de RFP al uitgezet. Dus ja, goed. Het is. Het moet er nog zo over hebben. Maar met die partner is niet aanwezig. Het is niet aanwezig. Maar weet je, daarom is het. Het ligt echt voor het oprapen, om dit te gebruiken. En dat is best wel zonde als mensen het niet weten. Dus vertel het voor dat het fijn is. Wat je dan ziet, weet je, is dat de. Je marketeer heeft in zijn hoofd eigenlijk een claim nodig. Weet je, dat horen zo. Maar. Als je dit hebt, je kunt het gewoon gebruiken, het is er al. Je hebt niks meer te leren, je hebt niks meer te doen. Het is allemaal voor het oprapen, dat is veel gaarder. Weet je wel. Dus ja verkopen in plaats van nee. Toch? Dit is een ISB trouwens op profiel. Zo. Meet en vol, dat ga ik zo wel laten zien. En dan gewoon naar een laatste. Ja, dit nog even wel. Overhebben. Dus is een beetje te kijken. Ik ga nog verder. Hoe lang heb je? Dikke tieren. Maar ik begon wel later, dus ik heb heel erg. Niels heeft dat een keer gedaan. Toen moest ik ergens een praatje houden en toen wist ik, weet je, ik begin heel laat. Dus ik wist dat ik me enorm moest haasten, ik had een heel verhaal te vertellen. Dus ik zit zo halverwege op dit punt en ik kijk naar Niels en ik zeg, weet je wel, stel, hij had 5 minuten. Ik had volgens mij 50 minuten, dus ik als een gek mijn verhaal afmaken. Dat was helemaal niet nodig, maar hij vies dat op. Dus hoe versturen we naar die e-mails? Laat het daar eens over hebben. Maar dan laat ik het misschien eens met een andere slide gewoon. Dit is hoe we werken. Wat idee zal blijven. Wat we doen is we versturen die e-mails niet zelf in de basis. Dus ons idee is dat we je maakt die e-mails wel zelf in ons CMS. Dus dit is gewoon de site van Content Management Server, zeg maar. Maar dan opgesplitst in wat blokjes. We renderen die e-mails vanzelf, maar de uitlevering doen we niet zelf. Daar hebben we een derde partij voor, Dyn, op dit moment, nog steeds. Vertel direct dan. Het is goed hoor, Dyn is super goed, want Dyn regelt al die dingen voor je als weet je, dat je niet geblacklist wordt, omdat je ineens 1000 mails aflevert bij je. Dus zij zorgen voor throttling, voor spamchecks, voor distributie, voor schaalbaarheid, voor regionale aanwezigheid. Dus zeg maar alle dingen die e-mails moeilijk maken, koppen zij. Maar zoals in Litmus, die zorgen voor al die brievenfunctionaliteiten. Dat zijn zulke specifieke disciplines die heel lang zelf niet naar huis zijn. Daar zit niet onze expertise in de kern, dus dat kopen we in. En daar betaalt dus het koop voor eigenlijk voor deze dienst. Je kan wel je eigen MTA, Mail Transfer Agent, mailserver, kiezen. Dat moet je met ons afspreken over zo'n paar licentie. En dan kun je het zelf gaan proberen. Maar weet je, als je. Nee, maar dat is prima als je niet al te veel mailtjes verstuurt.
En je wil echt niet op je geweten hebben dat jij jouw klant blacklist bij Hotmail en weet je, bij Microsoft met Outlook.com en Hotmail en zo, en bij Gmail. Dan wordt zeg maar gewoon heel business doen best wel lastig voor zo'n organisatie. Dus er gaat best wel veel over de mail mee. Dus daarom zou ik daar een beetje daar voorzichtig mee zijn. Dus we hebben een e-mailmarketeer die is mailtjes aan het maken in het CMS. Doet die via Speak appje, wat we hebben ik laten zien. Dus het is allemaal echt op content management. Die maakt die mails, zet ze klaar, zet op een gegeven moment, dit is het, ik heb getest en gepreviewd en gereviewd en ik ga maar distribueren. Dan maken we die mailtjes en die sturen we naar Dijn. Dijn stuurt ze naar de buitenwereld. Die mensen zijn allemaal raast, enthousiast als ze ontvangen. En openen en klikken die dingen. En die kliks en open acties en zo, die verzamelen op onze content management server. Belangrijk, direct ook in mijn test overigens, is dat belangrijk om in je achterhoofd te houden, want die mails of die content delivery servers, die moeten wel in de buitenwereld beschikbaar zijn. Dus typisch als je dat op je local host aan het testen bent, denk ik dan niet zo heel erg lekker. Dat is even in kort de wereld hoe dat werkt. Dus wat ik al zei, het maken van die e-mailtjes kost gewoon content management server capaciteit. En wat hij doet is hij haalt gewoon die items op, stopt hij een template, legt er personalisatieregels over. Dus als we heel veel personaliseren in zo'n e-mail, wordt het hele circus wat trager. Dus wat we hebben gedaan, is gezegd van ja, weet je, dit is zeg maar een beetje zo'n normale plaatje. Content management, content delivery in site.nl, toen ze altijd zo'n dicht mogelijk zo'n plaatje. Maar hier? Maar we kunnen content management service kunnen we een specifieke rol geven. Heb je vast allemaal een keer gezien op DocuSign net gedaan of zo, dat je een processing server met het config klaarzet of zo. Ja, we noemen dat een dispatch server, dus een machine gewoon dedicated maken die mailtjes gaat klaar. Dan moet je denken aan ongeveer 100.000 per week, maar dat is. Dit zijn tricky dingen, want als je me vraagt van joh, weet je, wanneer moet je nou, dit is een beetje vuistregels, maar het echte antwoord is, het hangt er vanaf. Weet je, zoals met, volgens mij met heel veel dingen, zeker als het over cyber gaat. Het gaat erover, wat is je workload, die distributie die 100.000, weet je, stuur je die 's avonds of wil je die nu, zijn er onwijs veel redacteuren bezig op dat systeem, of is er maar eentje die beeldje aan het versturen. Is één dag per week 100.000 mails? Of 100.000 mails? Er zit er onwijs veel personalisatie in. Hoe ben je überhaupt gesized, weet je? Maar dus, het hangt van zoveel factoren af. Dus test dat vooral niet. Was dat een vraag? Nee, dat is geen vraag. Dat was jouw vraag, als ik even een performance data, dan was het altijd nee. Maar hou dat even in je achterhoofd. Maar we kunnen dus, en die dispatch servers, die kunnen er ook wel meer van maken. Dus je kunt er ook meer van machines van worden. Dus daarmee kunnen we ook voor zorgen dat we er 15 miljoen in de maand kunnen. Dus nog wel meer dan die dispatch servers. Dus daarmee even een mooie schaalbare architectuur. Zie hoe een beetje het eruit ziet. Het waren niet heel veel mensen die er überhaupt naar hadden gekeken of van tevoren. Dus dan hoef ik niet heel veel nadruk te leggen. Kijk, dit is nieuw 3.3. En dan kijken we gewoon. Dan kijk ik ook helemaal niet die 3.3 of die serie. Is dit Sitecore? Nee. Wachtwoord is. Ik hoorde dat voor 8-3 ook andere letters kunnen gebruiken. Ja. Maar of het er nou meer worden, was niet duidelijk. Ik heb gewoon vanochtend even een blanco installatie gedaan en de laatste versies gedaan. Het is niet heel veel data, maar daar kunnen we gewoon daar een beetje makkelijker naar kijken. Dus, list manager is super belangrijk om segmentatie te doen of context te zien.
Dus de lijsten zijn de adreslijsten, waar ga ik naartoe sturen. We hebben in de Experience Profiles, en daar verzamel je al die gegevens, dat die anonieme zijn, in het geval van e-mailcampagnes versturen ze heel erg interessant. Tenzij ze anoniem zijn, maar toch een e-mailadres nodig hebben, maar dat is een beetje atypisch. Ja, mijn testdata was echt super slecht, maar ik dacht, weet je, ik heb eigenlijk gekeken dat allerlei fake accounts kunnen, e-mails kunnen ontvangen. Maar kijk, ik kan gewoon een contactlist maken met lijstjes in importeren. Ze kunnen dingen met een comma separated file uploaden, toevoegen aan Sitecore. En dat werkt. Dus dat is al het voorbereidend werk wat ik heb gedaan. Even kijken of dit überhaupt is. Ik dacht dat ik hier comma separated list ga maken, dat is best wel saai. Kijk, er zou wel een goede tijd voor zijn als er 45 minuten. Laten we eens kijken naar de script. Dus wat je doet is, als je hem gaat maken, en dan voor de mensen die de oude versie kijken, kijk, hier is dat veranderd, sowieso ook een beetje makkelijker, maar dat is een varianten van Unix dan we eerder hadden. We hebben nu twee varianten. We gaan ook campagnes maken, dus ik ga gewoon een hele grote groep van bulk uitsturen, met typisch nieuwsbrieven, dat soort dingen. En we hebben die, standaard zeg maar meer, goal getriggerde e-mail dingen. Weet je, als ik op een belly shopping cart pagina zit, dan ga ik een mailtje sturen. Waarom ben je weggegaan? Dus dat kan het beginpunt zijn. Het andere kan zijn, ik ga gewoon een lijstje. Ga ik eerst een lijstje maken. Dus ik ga een lijst importeren, segmenteren. Maar omdat ik dat saai werk had gedaan, kunnen we meteen hier door. E-mails doe je op basis van template en een template stop je content. Dat werkt bijna net als een webpagina. Niet heel toevallig kun je zo gewoon een standaard pagina gebruiken om je container voor je bericht. Maar een template maken is niet heel veel anders dan een pagina. Het is allemaal dicht bij elkaar qua functionaliteit. Maar het is een template, die kun je al een beetje voorbereiden op dat het werkt. Dit is typisch uit het werk wat e-mail marketeers, online marketeers doen, om het klaar te maken. Dus je zet zo'n ding op met van die standaard dingen als wie heeft dat ding gestuurd, die e-mail gestuurd, met het reply to adres. Het is heel vaak waar je ziet van de no reply at bedrijf staan. Dan kies je je lijst. En wat hierbij wel belangrijk is, is dat je van die dingen krijgt natuurlijk met e-mail ook te maken hebt met dingen als opt-in, opt-out, weet je, mag ik je wel naartoe sturen. Maar ook wat wij vaak prediken, als het gaat over je op het juiste moment de juiste boodschap naar de juiste persoon te sturen. Gaat het er ook over? Ja, dat je misschien af en toe wel eens, zeg maar, in zo'n campagne ook naar mensen niet een e-mail maakt. Omdat ze net klant bij zijn geworden. Omdat ze net een beetje klachten hebben ingediend, dat soort dingen. Dus als ze al dat soort informatie verzamelen die ze weten, dan zou je bijvoorbeeld een exclude lijst kunnen gaan maken. Waarbij je zegt, los van de opt-out die je type selecteert, stop er ook maar een lijstje bij van mensen die net klant zijn geworden. Ga ik dan niet even een mailtje versturen. Ja, dus dat soort scenario's. Hè? Dus je maakt gewoon zo'n masterlijst. En dan real-time. Zorg ervoor dat het een beetje uitfiltert, indikt. Met mensen die toch eigenlijk niet dat mailtje versturen. Dan gaan we de e-mail zelf maken. Hier is heel veel gebeurd in termen van. Gewoon meer hoe deze interface opbouwt en werkt. Dus als het goed is, werkt het nu veel smoother en soepeler dan hiervoor. Wat is meer een 3-3? 3-2. Ja, het is 3-3, zeg maar. Ja, het verschil met 3-3 en de rest is dat dit hier veel code is aangepast. Om dit veel vloeiender te laten werken. Dit is de editor. En zoals je ziet, dit is gewoon de experience editor.
En dus hebben we daar al diezelfde functionaliteiten, inclusief nieuwe regels aanmaken en nieuwe condities. Dus hier kun je, ik weet niet of een device is, dat hier een heel goed voorbeeld is, maar een campaignregel zou bijvoorbeeld wel een hele goede zijn. Ik ga een mail sturen, maar afhankelijk van welke campagne je hebt getriggerd in het verleden, ga ik je wel van niet dit product sturen of ga ik een ander product sturen. Omdat ik een beetje persoonlijk en een pattern card heb ik bijgehouden, ga ik je een mailtje sturen waar ik alleen van jou even van het product laat zien. Dat soort dingen kunnen we gewoon makkelijk in een e-mail af laten vallen door de marketeer, of wij hoeven niet meerdere campagnes voor te versturen. Ja, en verder dingen, weet je, als allerlei het weet je, gewoon puur het hergebruik krijgen, wat hier belangrijk is. En alles wat je al in Sitework zitten, aan tekstjes, aan plaatjes, dat kun je allemaal gaan hergebruiken. Dat is gewoon wat, zeg maar, een hele opzet van de campagne gesteld. Verder zie je hier van die dingen als de heer Volnay. Pardon. Hier zo. Hier hebben we ook nog eentje. Dus we zitten in het vorm met een. Dus we hebben een aantal van die tokens waarmee we values van je waardes die op het profiel hebben staan. Je naam, je e-mailadres, je bedrijfsnaam, allerlei van dat soort tokens hebben erin zitten. Het is niet een enorm groot set volgens mij. Laat je zo zien. Maar goed, die kun je invoegen en je kan je eigen token zetten. Zou je die standaardzaken gaan met opvang van Excel CLT omzet naar MVC? Of niet? Is dat steeds al die dingen met de XSLT? Volgens mij niet meer. Weet jij dat, Erik? Ik ben er niet meer in. Ik heb er twee al nog XSLT. Ja. Nu is het niet. Dan is hij volgens mij 3 ook nog. Maar dingen die niks als betekenen gebruikt, zoals die onthoudt, dan zou je er ook gewoon hergebruiken in het CLT-land. Dus daar wordt het zelf voor gedaan. Dat is eigenlijk een belangrijke feature ook. In deze deel. En de rest hebben we eigenlijk echt hergebruikt voor eigen. AB-testen. Er komt een dingetje, zeg maar, ook met e-mails. Wat je ziet, de meest voorkomende vraag is, als je die editor laat zien, dan zag je, weet je wel, personalisatie, maar geen testen. In e-mails zelf, in de body, kunnen we niet AB testen. Dat is een beetje inherent aan e-mail als, medium, dankjewel, dat woord even op zoek. Dat gewoon, ja, weet je, het is een statische set aan HTML die over de lijn komt. Dus daar kunnen we geen AB-testen doen. Dus AB-testen is echt varianten maken van een nieuwsbrief. Of zo te zeggen. Dus ik heb 2 nieuwsbrieven en een nieuwsbrief. Ja, maar ik bedoel, dit is toch wel variant B wat meer of in, op de linkjes geplikt of zo. Ja, ja, dat zien we steeds wel. Hè. Dus verder het concept van de test is hetzelfde. Dat we gaan kijken op een gegeven moment. Eerst bij een selecte groep en later bij voordat we winnaar bepalen. Maar we kunnen niet op component niveau doen. Dus je zou variant kunnen maken. Vervolgens kom je in die review stap. Dus dat is die super belangrijke stap waarbij we zeggen: weet je, ik wil gewoon checken. En nu even een safety checken. Ik hoop dat ik nog steeds niet meer had. Dan kunnen we dingen doen als: nou ja, weet je, dit is standaard en kosteloos. Gewoon een mailtje naar jezelf sturen of naar een hele iemand van mensen. Die met kijken of die überhaupt. Doet. Dan hebben we die preview. Die kan ik niet doen omdat ik op een interne site sta. Want dan gaat op een gegeven moment proberen om op tijd te gaan daarin proberen. Op een gegeven moment proberen die e-mailtjes op te halen en dat lukt niet. Maar hier zie je al die combinaties, zeg maar, van devices, e-mail clients of devices waar je preview. Hoe dit werkt, is je vindt ze aan. Hij maakt een rendering van die e-mail, die krijg je dan terug in een screenshot. Dan kun je gewoon visueel zien, zitten dingen goed uit. Of niet, dan moet ik iets aanpassen, heeft iets omgegooid door een fout te maken, meldadres. En je kiest ook typisch niet allemaal. Hè? Je kiest alleen degene die nodig is, je doet niet elke keer. Als je template is staat, dan weet je het wel. Dit is ook elke keer betaald als je deze checkt.
Een andere check is de spam check. Hier weer een beetje hetzelfde verhaal. Wat we doen met spam is we pakken de mail op, we geven hem al die diensten. Als ik stel je voor dat we deze mail gaan versturen, kom ik dan door de spam politie heen. We hebben die varieert ook al een beetje. Dus ik geloof dat Outlook is dat. Die zegt ja, als er twee uitroeptekens achter elkaar zijn, dan word je al gemarkeerd als spam. Ja, dat kan je zomaar in je enthousiasme of gewoon een pijn, een beetje zenuwachtige dingen en je twee uitroeptekens staan. Dus dat soort dingen check je al. Wat ik helaas niet doe, krijg je ook weer gewoon een rapportje voor met gewoon melding voor dat je ze waren oké en waarom ze falen. En dan gaan we de delivery doen. Nou, omdat ik in dit geval twee varianten heb, krijg ik ook allerlei vragen over hoe wil ik een test opzetten. En het idee is, je gaat voor een bepaalde periode ga je wachten op resultaat. Resultaatstypes doorklikken op een marketing of zo, wat je wil hebben. Klik dan maken en kijk van naar overheen. En je stuurt, weet je, ik stuur eerst in dit geval de size van de omvang van de test 10%. De 10% van de lijst ga ik twee varianten onderverdelen. In dit geval is het lastig, 4 recipiënten. Dat deelt allemaal wat onderhanden. Maar stel dat je op 1000 en dan gaan we naar 100, gaan we naar 50 A en 50 B sturen. En dan wachten we een half dag. En dan op basis van de highest ook rate gaan we de rest sturen. Boris, ja. Je zegt je kunt in de body geen HB-test doen. Waar kun je wel een HB-test doen? Gewoon mails. Ik ga één groepje die kant sturen, versie A van de mail en die kant versie B. Oh, die dat is een beetje. Maak gewoon twee mails. Ja, ja. Daar kan nog steeds allemaal personalisatie in zitten. Maar, dus dat maakt. Maar dat wordt gerenderd op het moment dat ik die doe maken. Ja. En als een andere dan zeggen, dat betekent een goal. Correct, ja. Ja, dan kunnen we hem starten. Ik denk dat ik dat ook nog kan doen. Dat is niet handig, dat doen we met een AB-test. Maar dan ga je hem starten en dan gaat hij, krijg je de meldingen dat hij een beetje stuurt. In dit geval kun je op de lokale machine, kan je zelfs een beetje. Dan stuurt hij hem, dan gaat hij lopen. Dus dan is het sturen in progress. Dus ze zien keurig ook hè, dat hij. Je bent bezig die e-mailtjes te renderen, dus dat kunnen we allemaal volgen. Of doorloopt het proces. Wat we dan doen is dat we al die. We verzamelen heel veel rapportage, daar gebeurt heel veel in het moment. Daar laat ik jullie wel een slide zien van wat rijker het dashboard. Maar we verzamelen heel veel informatie, weet je, zijn ze geopend, klik je erop door. En dat is ook echt een groot verschil wat wij kunnen meten ten opzichte van de andere e-mail providers. Dus gewoon weet je wel, de productiviteit die ontvangers van de e-mail hebben. En die reikt verder dan alleen open. Dus wat doe je nou echt op die site? Ja, wat zijn de landingspagina's? En ook dingen als bounces, dus de hard- en soft bounces kijken. Dus hard bounces zijn dus echt foute e-mailadressen. Soft bounces zijn, joh, misschien heb je als je mailbox vol, krijg je zo'n melding. Mailserver waar je naartoe bent, dat probeer je op te laden. Spam complaints, al dat soort telemetriedata verzamelen, krijg je een dashboard. Daarnaast krijg je, ik heb het met een eerdere campagne gedaan, dus kan je even laten zien. Krijg je dingen te zien als in zo'n profiel. Weet je, ik heb een mailtje gehad en ik heb er ook iets mee gedaan. Ik heb hem ook heel kort in dit geval, maar het was meer om te bewijzen te werken. En dus ook in dat experience profile komt al die data weer terug bij deze rapportage. Dat is overigens nieuw in 3.3. In 3.2 kwam nog een hoop aparte data's. Dus nu wordt dat hele profiel echt daadwerkelijk verwerkt. Je zegt net dat hij op basis van de highest rate door gaat sturen. Ja. Is dat een soort timebox? Dat hij na zoveel tijd beslist van. Nu ga ik versturen of zegt hij, ik moet minimaal zoveel responses hebben verzameld. Kun je zelf opgeven of je daarop wil wachten, zeg maar, of je hem handmatig wil doen en jezelf gaan bekijken het moment waarop dat kun je kiezen. Cool, er wordt er weer een site over dat ook nagedacht over het opmaken van iemand zelf. En dat het vaak hoor is
een mailtje in kijk, en er is heel veel wrecking ball functionaliteit. Dan is waar je vaak toch wel een stuk vriendelijker, zeg maar, dan op de manier waarop cycle wordt. Ja, ja, dat wordt al heel veel leuk. Daar heb ik al iets mee gedaan, hoor. Ja, dat gaat wel gebeuren. Ja, die is nu op de Youth Conference in Kopenhagen. Daar hebben we in de keynote laten zien wat hoe de nieuwe Forge eruit gaat zien. Dat wordt echt trekkend op. En dat wordt eigenlijk heel saai. Ik denk dat het symposium ook wel heel leuk wordt dit jaar. Ja, het wordt echt de moeite waard om daar te gaan. Als je dat soort vragen je mee zou hebben, zou ik daar naartoe gaan. Omdat we toch een gezin mee en zo. Omdat het toch developers zijn als primair publiek dat ja niet veel zin hebben. Wat ik denk dat wel belangrijk is, is om echt naar de conference settings dus door te hakken. Sowieso is dat best wel leuk om te doen in Cypher, een beetje in verloren uurtjes. Je de include folder door te gaan en dus die comments te lezen. Als je daar maar gaat. Nee, maar weet je, heel veel hiervan overigens staat op doc. Ik zelf, weet je, ben naast dat ik bij Cypher werk en dus zeg maar voor een paar uur per dag probeer aan met name prospects te slijten, ben ik ook gewoon zeg maar Cypher gebruiker en zo. En ik vind Doc echt net de week beter hoor. Ik hoop jullie ook. Het is niet echt iedereen onwijs enthousiast hoor, maar zien waar we vandaan komen. Er staat zeker, als je bijvoorbeeld nu kijkt naar XM3.3, heel veel van dit soort informatie, weet je, van hoe confereer ik nou echt. Kun je daar echt vinden. Dat is echt al iets wat aan het veranderen is. Maar ik zeg toen 8.0 met Doc gelanceerd werd, toen was het best wel lastig om informatie te hebben. Maar dus dit soort dingen staan op toevallige wijze ook al volgens mij bijna allemaal omschreven. Maar er zit best wel veel in XM, veel details in over weet je, het tweaken van je performance, van de load, wanneer renderen, hoe duurt dat nou. Weet je, het verhaal net ook in de context van XCB, met die man, maar weet je, heel vaak, waarom wordt mijn mailtje daar niet gered? Nou ja, weet je, omdat er gewoon ergens in staat dat hij gewoon wacht, 10.000 tellen, of milliseconden in dit geval, voordat hij iets gaat doen. Weet je, dus het is echt wel de moeite waard om daar in ieder geval kennis van te nemen. Dus toch, zijn we lang. Dus wat is allemaal nieuw in die 3.3 is met name, er is echt heel veel in de UI gebeurd. Het ziet er hetzelfde uit, maar ja, als je er doorheen klikt, het voelt zo super anders. Dan vind ik het echt wel een verbetering geworden, zeker voor de bestaande XM-gebruikers. En we hebben nieuwe dashboards. Die hele dashboarding is iets aan het veranderen. Laat ik zo met een plaatje zien. Hoe dat eruit ziet met een gevuld dashboard. Dan zie je een beetje de telemetriedata die langskomt. Ja, die queuing en zo, daar is heel veel gebeurd om het volume van 5 miljoen naar 15 miljoen te trekken. Dit hebben we denk ik al een beetje gehad. Ja, dit is wel belangrijk, hè, dat om die nieuwe versie te gebruiken, heb je echt de nieuwste versie van Cypher. Product team probeert die parity, zeg maar, die samenhang tussen die module EXM, zelfs hier een beetje bij WebForms Marketeers en de versie van Cypher. Enigszins los te laten, dus dat het ook op een wat oudere versie al werkt. Van Cypher. In dit geval is dat niet, omdat we in de architectuur een paar aanpassingen zijn geweest. Dus dat is wel belangrijk om in de gaten te houden in deze. Als gevolg ook dat een aantal van je analytics niet meenemen. Ja, dat klopt. Ja, het is wel een aandachtspunt, dus ik wil daar niet heel lang bij stilstaan. Maar hij is wel. Leuk dat het eruit ligt. Alles is gewoon
Ja, ik dacht het wel. Waar het hier vanaf, wil jij zeggen? Heb je überhaupt het sample gestuurd van mail? Ja, nee, niet als campagne tool. Klopt. Ja, precies. Daar ben je het dan wel mee eens, hè? Ja. Ja. Nee, 5 minuten. Ja, dus volgens mij is het een soort van publiek geheim ondertussen dat, dat we vol bezig zijn om webapp support goed te krijgen. Dat is er nu nog niet goed. Dus het komt er snel aan. Dus er is gewoon een keuze gemaakt van oké, dan gaan we nu op een aantal dingen paars loslaten. En alvast voor z'n keer zo'n plek. Maar ze hebben nog niet gewacht op 2 kwam. Nee, maar heel kort daarna. De ergste is 8-2-3 weer komt. Nu al zien. Maar dat je allemaal de dagen af zit verteld van 8-2, want dan heb je web-apps op. Ja. Maar dan op een. Voor zekere dag? Op een moment daarna. dan doet hij het. Ja, daar kijken we wel naar uit. Weet je, paas is gewoon vinden mensen minder leuk. Dus daar heeft dat ook best wel mee te maken. Op zich was er niet veel mis met paas. Dit is zo'n dashboard. Als je het gebruikt en zo, dan ligt er wel genuanceerder op. Meestal past het niet. Dus nu meten we heel veel dingen als het gaat over, weet je, wie opent zo'n mail, wie ontvangt ze, wie krijgt zo'n mail, wie opent hem, wie doet er wat mee. Zitten we heel erg op dat proces, dus hebben we heel veel dashboards daaromheen gekregen. Dus de dingen als de basis is niet open, de spam-rapportage, die krijgen we allemaal terug. Als we gaan... Dan zou je vertrouwen met deze pand in. Ja, zo zou je bijna kunnen zeggen, ik had het kunnen laten zien. Dit gaat normaal met jullie regelpand. Ja, klopt. Daar zit voor een deel dezelfde informatie. Dus de pauze is gevangen op de dezelfde plek. Dus dat er bij het profiel van die data aan durven en geopteerd. Maar als iemand een mailtje krijgt in een bepaald stadium van de IP, zo'n plan, dan zeg ja. Is dat dan ook een bekend als campagne? Of is dat onderdeel van één hele grote campagne? Ja, precies. Ja, dat is meer onderdeel van het geheel van Sitecore wat je aan het versturen bent. Kan je hier vanuit deze rapportage meteen zien van er zijn zoveel mailtjes gestuurd van 1000 zit er 500 nu en ja, dan klik je door op de campagne zelf. Dus dan monitoren we eigenlijk volgens mij nu geen overkoepelend dashboard van. Weet jij dat niet? Volgens mij zit er niet in, hè? Maar die komt er wel aan. Dat is het goede nieuws. Want we hebben dus heel veel veranderd aan die manier waarop we die analytics opslaan en verzamelen. Goeie tijd weer, denk ik. Ik zie dat ik veel te laat begon. Dit was het in een nutshell, mijn verhaal. Dus ik ga het een keer gebruiken, ik ga ermee spelen en ik ben benieuwd hoe je het begint.